JISC is de Engelse zusterorganisatie voor SurfNet. Dus wij faciliteren de samenwerking tussen hoger onderwijsinstellingen in het Verenigd Koninkrijk en op IT-gebied. Wij draaien in het Verenigd Koninkrijk een mailserver om samenwerking mogelijk te maken en die is vrij populair. En wij wilden kijken of we extra functionaliteit konden bieden aan de groepen die samenwerken en in e-mails uitwisselen binnen die groepen. En Open Connect vormt precies die functionaliteit waarnaar wij op zoek waren. Open Connect is de software stack die wij hebben ontwikkeld bij SurfNet om de dienst SurfConnect te kunnen aanbieden. Het is dus de software die onder onder het platform zit. Open Connect vonden wij interessant omdat wij op zoek waren naar de technologie die het mogelijk maakte om de tools en de applicaties die mensen graag wilden gebruiken, zoals WordPress bijvoorbeeld, om die te integreren binnen de groepscontext waarbinnen zij samenwerken. En Open Connect biedt de mogelijkheid om die tools binnen de groepscontext aan te bieden. En dat was voor ons heel erg interessant en dat betekende dat wij niet dat zelf hoefden te ontwikkelen, maar dat we konden voortbouwen op wat Open Connect ons al kon bieden. Open Connect maakt het mogelijk voor mensen die bij een instelling werken om hun lokale account van de instelling te gebruiken om in te loggen via het platform van Open Connect. En dat levert een gebruiksgemak op waar wij naar op zoek waren. Wat we voornamelijk geleerd hebben uit de pilot met JISC is dat onze software regelmatig nog veel aannames bevat over de nationale situatie, de SurfNet situatie. En wanneer je dat op de internationale context wil toepassen, je dat wat beter in elkaar moet zetten en wat meer configureerbaar moet maken, om het zo maar te zeggen. Het is voor ons interessant dat Open Connect onder een open source licentie beschikbaar is, want dat maakt het voor ons mogelijk om het te downloaden en te gebruiken en er een pilot mee te draaien zonder dat we een grote investering hoeven te doen vooraf. En het biedt ons ook de mogelijkheid om eventuele verbeterpunten die wij hebben en eventuele extra functionaliteit of aanpassingen die nodig zijn om het voor ons beter te laten werken, om die ook terug te brengen naar Open Connect en gezamenlijk met SurfNet de software beter te maken voor zowel SurfNet als de omgeving van JISC. We willen absoluut met SurfConnect internationale aansluitingen kunnen maken en internationaal kunnen verbinden. En een deel van de problematiek die we daar in de toekomst mee zouden kunnen krijgen, hebben we dus nu al gezien in deze pilot. Wij zien dat er met name internationaal steeds meer wordt samengewerkt en dat samenwerkingsverbanden steeds dynamischer en belangrijker worden. En om daar een goede basis in infrastructuur voor te hebben om die samenwerking te faciliteren, vindt JISC erg belangrijk. En wij hopen gewoon door middel van Open Connect dat we de goede basis hebben om dat mogelijk te maken.